Tracy mets gaan bespreken. Tracy, goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Auteur en host van de live talkshow Stadsleven. En hier dus uh, nog wel elke woensdag de gast. Maar vanaf volgende week wordt het elke dinsdagochtend. Ja, hè, rond de dit dinsdag. tijdstip. Ja. We reizen af naar Rotterdam. Waar een 75-jarig fenomeen. een grondige opknapbeurt gaat krijgen. zodat hij er weer jaren tegenaan kan. Namelijk de Maastunnel. Maastunnel. Of oh, de Maastunnel? Ja. Ja. Rotterdammers zeggen Maastunnel. Maastunnel. Heb ik ja. geleerd. Hè? Ook de Kool Single. Ook de Colsingle. Single. Ja. Okay, Maastunnel. de Rotterdam. Nou. Ik goed, zal mijn best doen de ze houden. De Maastunnel. Een beetje kleurlokaal hier. Ja, de Maastunnel is 75 jaar geworden. En maandag 3 juli gaat de renovatie beginnen. Het gaat een jaar of twee duren. Dan uh, heeft het een uh, flinke opknapbeurt nodig. Ja. Het is voor het eerst. Uh, met name het uh, asfalt het is natuurlijk door al die pekel en al die banden behoorlijk uh, versleten. Maar ze gaan hem helemaal opknappen. En dat doen ze onder leiding van de uh, supervisor uh, en architect André van Sticht. Een Amsterdammer, notabene. Maar iemand die wel gespecialiseerd is in uh, moderne monumenten. Bijvoorbeeld het Olympisch Stadion heeft hij ook onder handen genomen. Okay. En de oude tramremise in Amsterdam, wat nu heel populair is als de Hallen. Yeah. Allemaal uh, werk van zijn handen. En wat gaat hij en, allemaal ermee doen dan? Wat ja, gaat ik heb er hem erover gesproken en gezegd... wat ga je precies doen? Want ik denk, wat moet een architect met een bestaande tunnel? Maar er zijn toch heel veel uh, uh, ook uh, esthetische keuzes... die ook heel praktisch moeten zijn. Ik vond het leuk dat hij vertelde dat ze de ledverlichting... Uh, ze gaan de verlichting vervangen met ledverlichting. Veel energiezuiniger. Daarvoor gebruiken ze wel de oude armaturen. Dus dat het beeld van de verlichting, wat natuurlijk best bepalend is, dat hetzelfde blijft. Alleen dankzij die ledverlichting uh, kun je die, die gelige kleur die het uh, had en die het weer krijgt, uh -huh. kun je dat wel bij noodgevallen helemaal wit maken. Dat je goed kunt zien. Dus dat is ook beter voor de veiligheid. Ze gaan natuurlijk die kenmerkende tegels vervangen. Sphinx wilde die tegels niet namaken alsnog. Dus zijn ze uitgeweken naar Spanje. Ja. Daar waren ze wel blij met een uh, grote klus met die uh, gele tegels. En het asfalt wordt ook weer lichter, ook lichtgeel. Maar dat wordt allemaal zoals, eigenlijk nagemaakt zoals het. het, wordt, het ooit gaat, was. We gaan terug naar 1942. Want ja, dat ja. is ook een opmerkelijk ding voor de Maastunnel. Die is in de oorlog opgeleverd. En er is geen openingsfeest geweest. Want ze wilden voorkomen dat het een uh, nazifeest zou worden. Mm -hmm. Dus het is in alle stilte geopend. En uh, uh, nu, nou ja, dat wordt natuurlijk nu wel alsnog een heel groot feest. Ja. Maar goed, dus alles wordt, de tegeltjes worden mooi, de verlichting wordt mooi. Het asfalt ja. wordt lichter. Asfalt wordt lichter. Gemaakt. Dus het hele beeld van tunnel gaat terug naar de, het oorspronkelijke beeld, maar dan van deze tijd met betere veiligheid, ja. energiezuiniger, betere uh, afzuiging, natuurlijk. Uh, alles moderner, maar met het beeld van uh, 42. Ja. Want het is niet ja. zo dat, dat uh, ondanks dat de Maastunnel 75 jaar is, dat die al minder gebruikt wordt. Het is een icoon, veel gebruikt icoon. Het is een, uh, een, uh... een, een, ja. een enorme. Van Rotterdam. Het is natuurlijk een onmisbare verkeersader ja. uh, dwars door de stad. Een ontwerp van de architect Ad van der Steur toen... die het uh, zag als een zuiver technisch werk... maar toch ook een heel belangrijke impact op de stad. Want het is de tunnel, maar het is ook de traverses... Hè, die verdiepte aanlopen, die dwars door de stad lopen. Een mm -hmm. uh, enorm impact op uh, het centrum van Rotterdam hebben. Je hebt ook de uh, buizen voor fietsers en voetgangers... Die uh, roltrappen waar al die mensen met hun fiets staan. Het is natuurlijk een ontzettend uh, ja. bekend Rotterdams naoorlogsbeeld. Ik heb zelf ook uh, ja. veel gedaan. Oh ja, met ja, je ja, fiets op de roltrap. de roltrap. Ja, ja, ja. Ah. Dat was spannend natuurlijk als kind zeker. Met <laughs> ja. je fiets op die roltrap. En een heel mooi ja. toegangsgebouwtje ook voor de ja. fietsers en voetgangers. En die prachtige ventilatiegebouwen. Met een uh, koperen daken, een uh, creme kleur stukwerk. Nou echt iconen van hun tijd. Ja. Heel mooi. André van Sticht vertelde me dat een van die uh, ventilatiegebouwen. Die gebouwen, het liefst aan de, aan de noordkant, aan de centrumkant... ligt mooi aan het water, dat dat uh, een heel mooie plek zou zijn voor een restaurant... Oh, wie her. weet gaat dat ook nog Willing komen? Wil ik wel naartoe. Ja, ja, ja. Ja. Maar zou dat in, in Amsterdam ook niet een idee zijn? Die tunnel onder het oh, ijs, zoals de Maastunnel jongen, jongen. in Rotterdam. Ik vond het wel uh, uh, een troost om te horen dat de discussie over de Maastunnel al in 1898 is begonnen. Zo lang? Dus ze nee. hebben 40 jaar gepraat over die tunnel voordat de eerste paal de grond in ging. Uh, eerst hebben ze het gebeurd met een pont, maar toen al was het verkeer zo druk in Rotterdam dat de pont het niet aankon. Uh, een brug had dan 60 meter hoog. Zullen moeten worden. Het is niet praktisch. In Amsterdam ook niet praktisch. Nee. Uh, en toen eindelijk hebben ze besloten tot die tunnel. Dus ik denk: jongen, Amsterdam kan echt iets van Rotterdam leren. Hier leg die tunnel gewoon nou maar aan. Waarom <laughs> ja. op met uh, treuzelen? Leg die tunnel aan. Of die dan vervolgens gerenoveerd moet worden? Ik, bedoel, ik neem aan, de Mastertunnel gaat niet helemaal dicht. Hè? Dat is volgens mij niet te doen. Nee, hij gaat om en om uh, uh, per buis. Dus het zal absoluut hinder geven. Maar het is niet alleen uh, het is niet helemaal dicht. Het ziekenhuis blijft bereikbaar. Dat is uh, belangrijk, het Erasmus. Ja. Uh, de voet- en fietstunnel blijft ook uh, in gebruik. En het is, een, het is wel een grote operatie. Het gaat rond de 130 miljoen kosten. En het zal uh, twee jaar duren. Maar dan is hij weer helemaal uh, fris en fruitig... en klaar voor de volgende 75 jaar. En wat is er dan mooier om daar het ja-woord te geven aan elkaar? Ja, dat gebeurt ja. ook. Hè? Bij de, de verjaardag van de Maastunnel... zijn er ook vier paarden getrouwd in de tunnel. Wat ja. mooi. Ja. Ja. Dus wie weet straks als die klaar is... dat dat uh, ook bij een feestelijke opening zeg maar, nog plaats gaat vinden. Ja, dat ja. en dan gaan dat we met z'n allen eten in het restaurant. Ik vind het een goed idee. Staat genoteerd, Tracy. Goed, vanaf volgende week, nu horen dat al, gaan we het dus allemaal net even iets anders doen. We gaan ook wat mensen van het taalteam die schuiven ook naar uh, deze, dit tijdstip, zo gedurende de week. En jij verhuist dus van de woensdag naar de dinsdagochtend, maar met dezelfde onderwerpen. Tot dan. Tot dan. Dankjewel. En dankjewel weer, Tracy Metz. Wordt weer juni. Goedemiddag, dit is Radio Tour de France. De strijd barst los.